Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Na een tamelijk zonnig begin van de dag is inmiddels de bewolking aan het toenemen. Er ontstaan stapelwolken. En in het zuiden van Nederland zijn de stapelwolken inmiddels al dik genoeg dat daar ook een enkele regen- of onweersbui uit is ontstaan. Dat kunnen we ook zien op de radabeelden. De radabeeld van twee uur laat het zien, dat met name in het zuiden van het land dus verspreid al zo'n bui voorkomt. De komende uren zullen de buien ook op andere plaatsen nog kunnen voorkomen. Het zijn niet heel heftige buien in vergelijking met gisteren, maar nog steeds plaatselijk zou er veel regen in korte tijd kunnen vallen. En misschien dat dat ook wat overlast geeft. Vanavond gaan de buien dan geleidelijk aan uitdoven. Verder zijn er de brede opklaringen. De temperatuur ligt in eerste instantie nog behoorlijk eind boven de 20 graden, maar aan het einde van de avond zakt die onder de 20 graden. En komende nacht uiteindelijk dan minima tussen de 14 en 16 graden. Er zijn brede opklaringen, er kan lokaal een misbank ontstaan en de wind is zwak uit het noordoosten tot oosten. Aan het einde van de nacht en morgen vroeg dan zou er een eerste regen- of onweersbui weer kunnen voorkomen in het uiterste zuiden van ons land, met name Zuid-Zeeland en Zuid-Limburg. Dan in de loop van de ochtend en middag gaan die buien zich verder uitbreiden over ons land. Ze kunnen behoorlijk talrijk weer worden en ook vrij stevig. Er kan hagel bij voorkomen en plaatselijk opnieuw weer veel regen en dat kan dus ook tot overlast leiden. Voor de rest zijn er ook nog wel perioden met zon en de temperatuur stijgt naar een 25 graden in het westen tot een tropische 30 graden op sommige plaatsen in het oosten van het land. De wind is eerst nog zwak of matig en waait uit het noordoosten, maar langs de westkust gaat de wind later draaien naar een westelijke richting, komt dan vanaf zee en dan stroomt er koelere lucht de kustgebieden binnen. De temperatuur zal daar dan wel een paar graden gaan dalen. Aan het einde van de dag, met name in de avond, dan gaan de buien geleidelijk aan wel weer afnemen. Ja en dan de dagen daarna op vrijdag in het binnenland opnieuw kans op verspreid en enkele regen- of onweersbui. Het wordt dan 22 graden in het westen tot 25 of 26 graden in het binnenland bij een zwakke of matige wind uit het westen. Op zaterdag ook een westelijke wind. Dan stroomt de duidelijk koelere lucht het land binnen. Het wordt zo'n 20 tot 23 graden. Vrij veel bewolking die over het land trekt. Verspreid ook een bui die voorkomt, maar af en toe schijnt ook de zon. Op zondag is het aandeel zon in het weerbeeld weer wat groter, dan wordt het 21 tot 24 graden bij een matige Noordoostwind. Een enkele bui is mogelijk in de loop van de dag, maar op een heleboel plaatsen blijft het droog. Ja, en kijken we dan nog wat verder vooruit naar de 15-daagse verwachting, dan zien we dus dat die temperatuur in het weekeinde eventjes wat omlaag gaat. Daarna kruipt die langzaam weer richting de zomerse 25 graden, waarbij verlopen de nachten toch wel een stuk minder warm dan we de afgelopen dagen hebben gezien. Dat waren echt kleffe zomerse nachten eigenlijk. In de loop van volgende week zien we dat de minima over het algemeen tussen de 12 en 14 graden liggen. Richting het einde van volgende week en dat weekend, dan zien we dat de temperatuur langzaam weer een wat dalende tendens vertoont. En ja, het lijkt er zelfs een beetje op dat in de loop richting halverwege juni het warme weer toch echt eventjes voorbij is. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaatsen.nl.